De stichting buurtorganisatie Latour, Stibula, heeft vanmorgen voor de tweede keer een gender equality training georganiseerd. Stibula heeft dit project goedgekeurd gekregen van de Amerikaanse ambassade. Tijdens deze training probeert de organisatie de grote kloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Er is heel weinig aandacht en bewustwording over gender in Suriname. Jacqueline Moore, Public Affairs Officer van de Amerikaanse ambassade, is blij dat ze dit project mochten goedkeuren. Omdat we weten dat Stibula is een heel organisatie. En ze hebben voor dit een ander project van hetzelfde doel te doen. En met veel succes. Congratulate you, feliciteer je voor hier te aan te komen, omdat ik weet dat jullie weten hoe belangrijk het is. Miss Shakli, you can do it in English. I will translate if necessary. We know that how important it is to have equality for men and for women. Okay. For boys and for girls, for men and for women. That's really important to have that. Alumni Mayenka Domini vertelt over haar ervaringen nadat ze de eerste keer meedeed en verduidelijkte aan jongeren in deze tweede groep waarom zo'n training belangrijk is. Dus, wanneer je gaat meedoen, zorg ervoor dat je gaat opletten. Alles gaat meenemen zoals ik dat heb gedaan. Het was een hele leerrijke moment. Ik ben geweest naar scholen om trainingen te verzorgen. Vaker, ik deed al gendertrainingen, maar met volwassenen, oudere mensen. En ik mocht plotseling bezig zijn met mijn leeftijdgenoten. Andere jongeren dan ik. Dus ik vond het zo geweldig om informatie te delen met jongeren. We zijn op één leeftijd, maar ik kan je vertellen over iets en we kunnen erover praten, erover discussiëren. Het was een hele debat. Daar vooral, we waren op avond. Mijn god. Ja, maar het is nodig. Zo vroeg zelf, waarom komen zulke dingen niet voor in onze curriculum? Ze zijn nodig. Dus jullie gaan sowieso genieten, bezig zijn met jongeren. Het programma bestaat uit een reeks activiteiten die uitgevoerd zullen worden, inclusief voorlichting en uitwisselingssessies. Deze zullen overwegend vanuit Stibula plaatsvinden. De jongeren zullen gedurende 6 maanden getraind worden en actief worden betrokken bij gendergerelateerde vraagstukken in hun omgeving.